maar een battle in één kleur. De eerste abonnee van de week. Oh. Wild watervaren. Er zijn hier super veel lichtjes. Hopelijk sneller dan de mijne. Kijk, veiligheid. Waar is Trump? Dat zijn daar lichtjes. Een fontein. Je moet daar eens afstappen in het groen. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. En wij staan opnieuw in een superleuk waterpark in Rozenbroeken in Gent. Want vandaag hebben wij de enige echte glijbare battle in één kleur. Ja. Wauw, mooi! Celine is team rood, yes. Bram is team blauw, Ize team groen. En ik join team Bram in het blauw. Let's go! Wij moeten dus de andere mensen overtuigen waarom jouw kleur glijbaan de beste glijbaan is van dit park. Oh, oké. Okay. Komt goed. Komt het goed? Yes. Beginnen we bij de rode? Is goed. Oké. Okay. Abonnee van de week! Het is weer tijd voor de abonnee van de week. Vorige week was het woord kip. Jullie hebben opnieuw massaal gereageerd. En hier hangen de gelukkigen van deze week. Deze mensen kunnen deze week abonnee van de week worden. En dan wil ik nog iets heel belangrijks zeggen tegen jullie. Want er waren heel veel mensen die ook kip gereageerd hebben. Maar die waren niet geabonneerd op ons YouTube kanaal. Dat is ook heel belangrijk. Dus wil je hier ook hangen, dan moet je gewoon de video liken. Abonneren op ons YouTube kanaal. En straks gaat ze de rest zeggen. De eerste abonnee van de week. Oh. Jordi Markhorst. De tweede abonnee van de week. Oh. Evelien Dazen. En zoals jullie kunnen zien, heeft zij meerdere malen gereageerd, waardoor zij dus een grotere kans heeft. En de derde abonnee van de week is... Lisanne Kolen. Jullie zijn echt de beste I Love Semi Kip. Dus wil jij volgende week abonnee van de week worden, wil je aan deze muur hangen? Stap 1. Abonneer op ons YouTube kanaal. 3, 2, 1. Stap 2. Like deze video. En stap 3. Reageer walvis. Walvis. Walvis, ja. Oké. Proficiat aan de winnaars van deze week. En veel succes voor volgende week. Om te beginnen heb ik ook bandjes, rode bandjes als het nodig is. Okay. Nu is het niet nodig. Okay. En mijn glijbaan is al heel speciaal, want je moet met een band erop. Oh, met een band erop? Ja. Maar heb je een rode band? Die zijn momenteel uitverkocht. Mispunten. Dus, ik heb dus groene, die is voor Ize, ik ben voorzien. Oh, oké. Okay. En deze is het dichtst bij rood. Ja. En dit is één boord met twee personen opgedragen. En heb je dan een blauwe voor Bram en voor mij? Bram en jij moeten op dit stukje zitten. Oh, wij moeten op dit stukje zitten. Oké. En natuurlijk kan je er ook op met één persoon. Dus die is voor mij. Gaan we ze eens gaan testen? Ja. Oké. Wild waterbaren, glijbaren. Vandaag zijn het de glijbaren. Ja. Dit is de rode glijbaren. Ja, inderdaad. Succes! Dank u. Alles rood. Ja. Drie groen. Drie. Hoeveel punten krijgt jouw rode glijbaan? 8 op 10. 8 op 10? Ja. Wow, en waarom geen 10 op 10? De bochten zijn een beetje te hevig soms. Soms te hevig? Ja, ik heb mijn pijn gedaan. Heb je mijn pijn gedaan? Ja. Oei, waar? Aan mijn hiel. Oh, aan je Michiel. De volgende glijbaan is de groene. Oh, ja. Ize, wat moeten we weten over de groene glijbaan? Je hebt geen band nodig, dus je mag meteen naar boven gaan. Ja? En het is een snelle glijbaan. Oké, en dat is het. Ja, en het is boven. En er is ook een donkere zone. Een donkere zone? Ja. Oh, en als je zo blijft staan, heb je de groene nooduitgangsticker boven je hoofd. Ja. Alles is groen bij Ize vandaag. Alles. Hier is de blauwe van Bram en van mij, die is voor straks. Maar hier is de groene van Ize. Jullie mogen alleen gaan. Oh, het is groen. Ga maar. Oh, Bram, ga maar. Het is groen. Het was groen, ja. Ja, het was groen. Ja. Het was groen. Zelfs dit is groen. Ja. Ga voor een 10 op 10. Ja.
Die zit het klaar om te vertrekken. Alles groen. Doei, Heffen. Daar gaat ze. En ze is weg. Maar straks is het aan de winnaar van deze challenge. De blauwe van Bram en Michiel. Van de groene en Iso, wat vond je ervan? Van mij ging die veel te traag. Te traag? Ja. Oei. Het was echt traag en zelfs er was geen splash, je kwam gewoon toe en het was... Ja. Oei. Hoeveel punten op 10? Een 7. Een 7? Ja. Het is wel een mooie klim. Want ja, het is mooi en ook een donkere zone. Ja, maar te traag. Ja. Min punten voor de snelheid. Ja. Oké. Okay. Bram, we hebben een 7 op 10 en een 8 op 10. Wij gaan voor 9. Wij gaan voor 9 minstens. Okay, dus ik zou zeggen, we gaan terug naar het hoogste, want blauw zit op het hoogste. Ja. Okay. En we gaan ze eens testen. Hè. We gaan testen. Komt goed. Dit is dus de blauwe glijbaan en hij ziet er wel heel cool uit. Damn, oké. Okay. En zoals alle andere glijbanen, wacht er op groen licht. Test maar, Ize. En geniet ervan, deze is heel leuk. Go! Hopelijk sneller dan de mijne. Ik denk het wel. Ik denk het wel sneller. Ja. Daar gaat ze op! Hoi! Hey! Ik ga als eerste testen, Bram. Ja. Ik neem de GoPro mee. Maar bij ons staat het gemiddelde van onze punten. Ah ja. Okay. En breng de lamp niet af. Nee, nee. Wel. Kijk, veiligheid. Dat is goed! Oké, okay, denk wel dat wij winnen op snelheid. Oh, nog een rondje. Oh. Ik zit vast. Ja, we zijn weg. Uh-oh. Oh. Oké, okay, we zijn er. Wow, oké, okay, mooi. Jullie glijbaan is wel zo speciaal geworden. Ja, ja. Yeah. Een tol. Ja, dat is wel een pluspunt. Dat weet je zeker, hè. Klaar? Ja, daar gaat het om. Let's go. Want ja, anders wordt hij nat en dan gaat hij stuk. Daar komt Bram! Waar is Bram? Yeah! Daar is... Oh, Sam! Wow! Goed gedaan! Jij ook! Onze glijbaan die gaat wel super snel. Snel? Ja, snel wel. Maar misschien te snel. Oh, of bestaat het niet bij een glijbaan te snel? Ik denk het wel. Eén toertje gaat snel, maar dan vertraag je. En ik zat vast. Ik zat ook vast. Ja, ja, ja. Maar ik vond het wel leuk dat ik vast zat. Maar of het de bedoeling is, dat is iets anders. Ja, dat is waar. Uw laatste ronde zit je zo geplakt zo. Ja, ja. En dan is er... Ja. Maar ik geef een 9 op 10, Bram. 9? Ik zelf geef een 8. Dus 8,5, dan winnen we nog altijd. Yes! Kom maar! Oh, check onze shake van Bram en mij. Ben je klaar? Ja, ja, ja. Oké, okay, kom. Oh, wauw, mooi. Wauw, wauw, dat heb ik niet gedaan. Oh, hey. Ja. Mooi, 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 mooi. Bram, dat is rood. Wij zijn blauw vandaag. Waarom werkt het? Oh, het werkt. Bram, we hebben een blauwe glijbaan, een extra blauwe glijbaan. We hebben zelfs een speciale trap in het blauw. Kijk, het is een slang. Mooi design, inderdaad. Voorzichtig, hè, Bram, want... Er zijn niet zoveel trappen, dat is al goed. Die gaat super snel. Echt? Ja, echt waar. Oh, wow. Kom aan! Klaar? Ja! Oh, yeah. Oh! Oh. En? Ja, goed. Goed glijbaan, hè? Mooie bocht, ja, ja. Blauw wint echt vandaan. Yes. Heb jij nog iets in het rood? Ja. Ja, toon maar. Daar. Een rode glijbaan, toon ja, maar eens. Dit is een rode ploep, let op, want hier is er water. Ja, oké. Okay. Dat is jouw trapje. Ja, dan ga je naar links of naar rechts. Oké, okay. Doe maar. Oh. Wauw, oké. Okay. Auw. Ize, wat ben jij aan het doen? Oh. Dat is niet groen. Bram, dat is geel. Hij vindt het wel leuk. Ik heb geen glijbaan, maar ik heb wel dit. Maar ik heb een vriendje nodig. Je hebt een vriendje nodig. Oh, op armen. Hey. Oké. Okay. Dit is wel heel leuk hoor. Dat is het. Yeah.
Oh no, er is volgende klapper. Oh no, we zijn buiten. Yes. En Ize heeft nog iets in het groen gevonden. Ja, een parcours. Je moet dan eens afstappen in het groen. Vrouw heeft ook iets in het blauw gevonden. Een fontein. Een blauwe fontein. Yay. We hebben ook blauwe strandstoelen. Yes. Yes. En Celine heeft ook iets in het rood gevonden. Ja. Hoi, Bob. Ook rode fonteinen. Ja, dit zijn de beste fonteinen van het land. Challenge. Het zwembad is lava en je mag alleen op je eigen kleur gaan staan. Go. Blauw. Oké. Vrouw staat op blauw. Ik sta op blauw. Hier is op groen. En Celine... Oh, je staat wel in het water, hè? Nee. Jawel. Jawel. Celine ligt eruit. Kijken. Oké, we komen kijken. Ja, als het zwembad lava is, dan ben je wel verbrand. Oké. We hebben natuurlijk ook de wildwaterbaan. En de challenge is wie als eerste op de wildwaterbaan iets vindt in zijn of haar kleur, die wint. Bram, je bandje telt niet. Oh, daar gaan we dan. Oh, Bram en Ize zijn al weg. Op zoek naar kleur. Ja, op zoek naar blauw. En ik op zoek naar rood. Oké. Hebben jullie iets gewonnen dat jij al Ize heeft? Oh ja, oké. Ize wint. Oh, Bram, kom eraan. Daar is Bram. Oh, Bram. Blauw. Ja. Blauw. Ja. De finish. Maar er is nog een wildwaterbaan. Dus Celine kan nog iets vinden in het rood. Yes, let's go. Ja. Dat is roze. Wat denken jullie? Is dat rood of roze? Nee. Oké, dit is wel echt rustig. Oh, hoezo is dit een rustige? Nee. Celine heeft het gemist. We hebben het rode bandje hier. Oh, Celine heeft het gezien. Een rood bandje. Ze moet het halen. Daar ligt het. Wat een challenge. Ja! Ja! Je bent niet de ultieme verliezer. Nee. Ja, het is rood. Alright, we hebben genoeg kleuren gezien vandaag. Genoeg kleuren glijbaren. Vond je het een leuke video? Ja, leuk! Vonden jullie het leuk? Ja. Ik vond het ook leuk. Dankjewel. Hopelijk vonden jullie het leuk. Bedankt om te kijken en wij zien jullie in de volgende video. Peace!